De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. In die tijd waren er bij Jezus enkele mensen die hem vertelden wat er gebeurd was met de Galileërs, van wie Pilatus het bloed met dat van hun offerdieren had vermengd. Daarop zei Jezus: denk ge dat onder alle Galileërs alleen deze mensen zondaars waren, omdat zij dat lot ondergaan hebben? Volstrekt niet, zeg ik u. Maar als gij u niet bekeert, zult gen allen op een dergelijke manier omkomen. Of die 18 die gedood werden, doordat de toren bij de Siloam op hen viel, denkt ge dat die alleen schuldig waren, onder alle mensen die in Jeruzalem woonden? Volstrekt niet, zeg ik u. Maar als gij niet tot bekering komt, zult ge allen op een enzelfde wijze omkomen. Toen vertelde hij de volgende gelijkenis. Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant stond. Hij kwam zoeken of er al vrucht aan zat, maar vond niets. Toen zei hij tot de wijngaardenier: al sinds 3 jaar kom ik aan deze vijgenboom vruchten zoeken, maar ik vind er geen. Hak hem om. Waartoe put hij nog de grond uit? Maar de man gaf hem ten antwoord: Heer, laat hem dit jaar nog staan. Laat mij eerst de grond eromheen omspitten en er mest op brengen. Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht. Zo niet, dan kunt ge hem omhakken. Woord van de Heer. Mogen door de woord van de Heer onze zonden verlaten. Als gij u niet bekeert, zult gij al op een dergelijke manier omkomen. De gebeurtenissen daar in Jeruzalem, die mensen die door Pilatus vermoord worden, die mensen die sterven doordat die muur op hen valt, er gaat meteen over gepraat worden. De mens verandert niet in de eeuwen. Er gaat over gepraat worden. Zouden die slachtoffers zondaars zijn? Hem is het niet verdiend. En dat is wat de leerlingen ook tegen Jezus zeggen. En Jezus zegt: als dat zo zou zijn, en dan lijkt hij te impliceren, zouden eigenlijk alle bewoners van Jeruzalem gestraft moeten worden. Want niet alleen zij zijn zondaars, maar allen. Maar de Heer gebruikt het vervolgens als een aansporing: bekeert u. En dat is het woord wat we 40 dagen lang telkens weer zullen horen: ons bekeren. We kennen het woord, we weten misschien dat het nodig is, maar wat is die beweging van bekering precies? Het is niet makkelijk. Gelukkig klinkt dit woord binnen het geheel van de kerk en is de kerk er om ons te helpen deze weg van bekering te gaan, zoals we heel veel aan onze kerk danken. Jezus en de kerk, ze zijn onafscheidelijk, ze horen bij elkaar. En de kerk is er om ons te helpen met Jezus te leven. De kerk is er om ons Jezus te geven. De kerk is er om ons te blijven aansporen. Bekeert u, stapje voor stapje. Zoveel wat we van de kerk ontvangen. Doordat we tot de kerk horen, behoren we tot de grootste familie in de wereld. Een wereldwijde familie. De echte wereldburger is de katholiek. Die kan zomaar naar Japan gaan of ander verland en daar ook op de zondagmorgen aansluiten bij de mis en tegen degene naast hem zeggen: jullie zijn mijn broeders en mijn zusters, één grote familie. En natuurlijk, er zijn wel eens wat lokale familieruzietjes, maar binnen de familie moet dat ook weer opgelost worden. En die grote familie van de kerk, elke dag is er wel wat te vieren. Elke dag is er wel ergens een verjaardag. Zoals vandaag die van de zalige Carol Leisner. Wat een genade om tot de katholica te behoren. Zij geeft ons antwoorden. Wij hebben antwoorden waar mensen die Jezus niet kennen nog naar moeten zoeken, naar moeten tasten. Wij weten waarom de wereld er is. Wij weten wat er na de dood is. Wij weten wie God is. Wij weten hoe God vraagt dat we met elkaar moeten omgaan.
we mogen dat zomaar aangereikt krijgen door de kerk. De kerk die ons ook die 14 heel concrete werken van barmhartigheid aanreikt. De kerk die bronnen van genade schenkt. Daar hoeven we niet voor naar Lourdes. Overal waar Jezus in de Eucharistie aanwezig is, is die bron van genade aanwezig. De kerk die ons voortdurend leert om heel concreet en realistisch naar de wereld te kijken. Thomas van Aquino in de middeleeuwen, die dat nogmaals zal bevestigen. De weg naar de waarheid begint met de realiteit, de werkelijkheid te nemen zoals die zich nu aan ons voordoet. De realiteitszin van de katholiek. En binnen de realiteit van deze wereld zijn er zieken en zijn er gevangenen. Merkwaardig dat twee werken van barmhartigheid zijn met eenzelfde werkwoord. De zieken bezoeken en de gevangenen bezoeken. De wat ouderen onder u weten misschien dat die laatste wat anders werd geformuleerd vroeger. Daar werd gezegd de gevangenen verlossen. Maar dat is niet geheel eensluidend. Dat was zeker niet de opdracht om rozenkransen in de gevangenis binnen te smokkelen, zodat men daar die aan elkaar kon knopen en dan via het raam kon ontsnappen. Dat was zeker niet bedoeld. Het geeft meteen aan dat er twee soorten gevangenen zijn, twee groepen gevangenen. Degene die rechtmatig in de gevangenis zit omdat ze een misdaad begaan hebben, en degene die onrechtmatig in de gevangenis zitten wegens een overtuiging, politiek, wegens een religieuze overtuiging, of misschien omdat ze christen zijn. En het ging natuurlijk om die laatste groep, die onrechtmatig gevangenen. Daar moet aan gewerkt worden om die te bevrijden, om die vrij te krijgen. Twee groepen zieken en gevangenen waarvan de kerk zegt, ga die bezoeken. En het woord van Jezus aan het kruis daarachter is natuurlijk die kreet die we zo goed kennen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Jezus, God de Zoon, die dit zegt, omdat hij heel het lijden en heel de wereldzonde in zich heeft opgenomen, en dus ook de afstand die wij tussen ons en God de Vader hebben gemaakt en ook heel graag in stand houden, dat alles draagt hij en schreeuwt hij uit aan dat woord aan het kruis. Maar tegelijkertijd in dit woord neemt hij ook die kreet op van de mensen die de eeuwen door dit geroepen hebben vanuit hun omstandigheden. Bijvoorbeeld daar waar mensen heel ernstig ziek waren, misschien stervende waren en vroegen, waarom moet mij dit overkomen? Waar is God nu? Mijn God, het lijkt dat u mij verlaten hebt. Of die gevangenen, zeker die onrechtmatig gevangenen, die ook riepen tot God om hulp en misschien heel lang moesten roepen. Al die gebeden, al die smeekbeden, al dat roepen heeft Jezus ook meegenomen in die kreet die hij spreekt vanaf het kruis. Waarom hebt gij mij verlaten, mijn God? Want zowel in de ziekte als in de gevangenschap kan een eenzaamheid aanwezig zijn, omdat dit belevenissen zijn die niet ten volle mee te delen zijn met anderen. Een ander kan niet ten volle delen in het lijden dat iemand ondergaat, of in de gevangenschap die iemand ondergaat. Daar moeten we de weg toch ergens ook weer alleen gaan, maar dan altijd wel met dat woord op de lippen waarmee we roepen tot God om zijn hulp. De zieken bezoeken, zegt Jezus. In hen ook dat woord horen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De zieken bezoeken, daarvan zegt de Heer eenvoudig, doe dat. En we kunnen het doen langs allerlei wegen. Langsgaan, kaartjes sturen, mailtjes sturen, whatsappen. We hebben zoveel mogelijkheden. Doen. Maar soms is dat niet makkelijk. Zeker als het gaat om iemand die ernstig ziek is. Of als er iemand ziek is in het gezin die nog heel erg jong is. Of als iemand een ziekte heeft die tot de dood zal leiden. Dan is het niet makkelijk om zo'n berichtje te geven. Maar dan toch laten we het proberen. Dan gaat het maar wat ongelukkig. We kunnen dat ook zeggen. Ik vind het moeilijk om wat te zeggen, maar toch een blijk van medeleven. En dat zal diegene sterken, dat zal diegene goed doen, hoe onbeholpen het ook is.
En dat betekent van de andere zijde, stel dat iemand van ons in zo'n situatie komt van ernstige ziekte. En er komen berichtjes die misschien niet altijd zo gelukkig geformuleerd zijn. Laten we toch de goede bedoeling erachter zien. Het in die zin ook voor de ander wat makkelijk maken om ons toch dat teken van medelijden, van medeleven te geven. Dat u bijvoorbeeld een e-mailtje krijgt. Ik hoor dat u uw arm gebroken hebt. Veel sterkte, ik moet nu stoppen, want ik ga heerlijk tennissen. Groet, pastoor Smit. En dan toch maar begrijpen dat daar ergens een goede bedoeling achter zit. Weten te ontvangen en weten te geven. De zieken bezoeken. De gevangenen bezoeken, dat is natuurlijk concreet lastiger. Het gevangenissysteem in Nederland is niet alleen letterlijk gesloten, maar ook figuurlijk gesloten. Gevangenen die lange tijd hun misdaad uitboeten, ze veranderen zelden, tenzij er wezenlijk iets in hun hart verandert. Maar de beste verandering die we mensen kunnen gunnen, is dat ze de barmhartige liefde van Jezus leren kennen. Maar daar is in ons gevangenissysteem in Nederland maar nauwelijks de mogelijkheid voor om mensen die weg te wijzen. Wat overblijft is dat we voor hen bidden, deemoedig bidden. Bidden zoals de kleine Theresia dat deed voor Pranzini, die moordenaar die geëxecuteerd zou worden. En zo jong als Therese was, ze ging bidden, elke dag weer. En ze liet de mis voor hem opdragen, anoniem, want die naam van Pranzini mocht zeker niet genoemd worden. En zo bleef ze bidden. En de dag na zijn executie leest ze in de krant dat hij vlak voordat hij geëxecuteerd werd het kruisbeeld vroeg en de vijf wonden van Jezus heeft gekust, een teken van zijn bekering. En daarin zag ze hoe belangrijk het was om te bidden voor deze mensen. Maar een deemoedig gebed. Deemoedig omdat deze gevangenen die een misdaad begaan hebben, wie weet door wat voor omstandigheden ze daartoe gekomen zijn. Niet om het goed te praten, maar meer om naar onszelf te kijken. Ook wij zijn niet goed. Ook wij hadden misschien misdaden kunnen begaan. Kardinaal Fulton Sheen, zalig verklaard, ging de gevangenen bezoeken en hij zei tegen hen, er is maar één verschil tussen jullie en mij. Jullie zijn betrapt. En dat is een heel diepzinnige uitspraak. Niet dat deze kardinaal heel veel grote misdaden had gedaan, maar hij wilde zeggen, als de genade van Jezus mij niet had geleid, was ik ook in staat geweest om grote misdaden te begaan. Het deemoedig gebed voor deze mensen. En dan de onrechtmatig gevangenen vanwege politieke of wat voor overtuiging en de christenen die gevangen zitten. Natuurlijk een zaak ook van de politiek, maar ook van de kerk, zeker daar waar het onze medebroeders en zusters betreft. Goede werken als kerk in nood ondersteunen is heel belangrijk. Dat is iets concreets wat we kunnen doen. En natuurlijk ook de blijken van medeleven en het gebed. We behoren tot die grote familie van de katholica. Op dit moment zijn er medebroeders en zusters gevangen omdat ze in Jezus geloven. En wij moeten ons verbonden weten met hen. Wat een appel aan ons is om ons katholicisme hier serieus te beleven. We leven in luxe omstandigheden dat de kerk nog vrij is om haar geloof te belijden. Maar dat wil niet zeggen dat we ook een luxe katholicisme moeten gaan beleven. Nee, we moeten het serieus nemen. En zoiets als een luxe katholicisme bestaat eigenlijk helemaal niet, want het is niet katholiek. Katholiek wil zeggen totaal, helemaal. Laten we ons geloof serieus nemen, mede omwille van onze medebroeders en zusters die op dit moment lijden voor Jezus. We bidden voor hen en we weten ons met hen verbonden. De zieken bezoeken, de gevangenen bezoeken, niet af en toe maar een keer. Nee, de werken van barmhartigheid. De barmhartigheid is een omvormende beweging van de Heilige Geest, zodat het niet blijft bij maar af en toe. Want dan blijft het ook maar bij af en toe en dan wordt het weer selectief, die wel en die niet,
of het beperkt zich tot een bepaalde week in het jaar, dat het ons wat makkelijker wordt gemaakt om dat ook concreet in te vullen. Dat is niet de bedoeling. Het gaat om een verandering van hart, want dat is wezenlijk aan de bekering. Bekering is niet meer goede dingen doen. De bekering is Jezus vragen dat ons hart weer meer goed, meer barmhartig mag worden. En dat doordat we die kreet van hem beluisteren, achter de zieken, achter de gevangenen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En we weten dat dat woord aan het kruis gesproken zeker niet het laatste woord was dat Jezus sprak. Hij stierf aan het kruis, werd ter helle nedergezonden en hij verrees en hij bleef bij zijn leerlingen. En dan, vlak voordat hij ten hemel opstijgt, zegt hij een ander woord, waarmee dit mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, tot het verleden lijkt te behoren. Een woord waarin hij zijn nabijheid toezegt, een woord van waaruit wij zelf leven, een woord dat we aan kunnen reiken aan de mensen die ernstig ziek zijn, een woord dat we aan kunnen reiken aan de mensen die in gevangenschap verkeren. Het is een woord dat waarheid is, het is een woord dat realiteit is, en die realiteit mag tot ons hart doorklinken, klinken, dringen. Het is het woord dat Jezus zei, zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. De wereld. De wereld.